Na dagen live op de Amerikaanse tv meekijken met hoorzittingen over die historische kapitoolbestorming is vanavond inderdaad de laatste aangebroken. En de onderzoekscommissie die is er duidelijk over. Zij zeggen de bestorming is onder meer de uitkomst van een coup-poging van oud-president Donald Trump. Nou, de beelden staan natuurlijk op ons netvlies gebrand. De man met de horens, de agent die een meute op zich af ziet komen en uiteindelijk de schoten die worden gelost. Duizenden woeste Trump-aanhangers bestormden op 6 januari 2021 het kapitool, omdat ze het niet eens waren met de verkiezingsuitslag. Nou, vanmiddag om 1 uur, Nederlandse tijd, dan is dus die voorlopige laatste hoorzitting over die kapitoolbestorming. Het bewijs is onomstotelijk. Daar zijn getuigenissen van zowel partijgenoten van Trump die zeggen van nou, hier ging hij veel te ver. De commissie heeft aangekondigd dat het voorlopig na vandaag even voorbij is, maar heeft ook gezegd er komen er misschien nog meer, want er melden zich nog steeds nieuwe getuigen en er komen nog steeds nieuwe bewijzen boven water. De kans dat Trump daadwerkelijk wordt vervolgd is heel klein. Dat heeft te maken met ook met zijn presidentiële immuniteit in die tijd, maar de kans dat hij zich mogelijk niet meer kandidaat kan stellen wordt steeds groter door al die bewijzen die zich opstapelen.